Vlaanderen kan al 25 jaar zijn eigen buitenlands beleid uitbouwen. In het geval van buitenlandse handel zelfs al enkele jaren langer. Wat is de balans en wat zijn de vooruitzichten? De vooruitzichten met een mogelijke Brexit in het verschiet, binnen 50 dagen al. En hoe te reageren op een mogelijke handelsoorlog met het Amerika van Donald Trump? Veel vragen en voer voor een gesprek met twee Vlaamse parlementsleden. Dag dames en heren, ik praat met Karel van Lauwe van de N-VA, die in het Vlaams parlement deel uitmaakt van de commissie Buitenlands Beleid. Voluit de commissie Buitenlands Beleid, Europese aangelegenheden, internationale samenwerking, toerisme en onroerend erfgoed, een hele mond vol. En ook hier aan tafel Peter van Rompuy, sinds deze week fractieleider in het Vlaams parlement van de CD&V. We hebben hem uitgenodigd omdat hij voor zijn partij het woord heeft genomen tijdens het jongste debat in het Vlaams parlement over de Brexit. Heren, welkom in het programma. Karel van Lauwe, 25 jaar buitenlands beleid voor Vlaanderen. In het geval van buitenlandse handel zelfs een beetje langer. Wat is de balans voor u? Ik denk dat dat een zeer positief balans is. Dat is eigenlijk een succesverhaal. Vroeger waren er inderdaad wat conflicten op het federale niveau. Vlaanderen heeft nu zelf die bevoegdheden in eigen hand. En ze hebben inderdaad een heel netwerk uitgebouwd. Er zijn niet alleen de Vlaamse vertegenwoordigingen. Wij noemen dat eigenlijk de Vlaamse diplomatie, die er in verschillende Europese hoofdsteden, maar bijvoorbeeld ook in New York, in Japan zijn. En die inderdaad, dat is volgens het principe in foro interno, in foro externo. Waar we in Vlaanderen, in België voor bevoegd zijn, daarvoor zijn we ook bevoegd in het buitenland. En dus die... Ik ga het even concreet maken. Als er een akkoord zou worden gesloten op het vlak van onderwijs, dan moet Vlaanderen dat kunnen en kan Vlaanderen dat ook. Inderdaad, zo worden er inderdaad internationale akkoorden op het vlak van onderwijs, maar even... Erasmus-programma's bijvoorbeeld. Erasmus-programma's, maar eveneens op het vlak van cultuur, eveneens op het vlak van economie, handelsverdragen. Dus eigenlijk een hele reeks bevoegdheden die Vlaanderen internationaal heeft en waarmee Vlaanderen internationaal op de kaart wordt gezet. Maar als ik even mag terugkomen, we hebben dus eigenlijk een soort Vlaamse diplomatie uitgewerkt, die een aanvulling is van de federale diplomatie, die ook soms en goed samenwerkt met onze Waalse, Franstalige partners. Maar daarnaast hebben we ook een soort economisch netwerk in het buitenland. Dat is wat we noemen Flanders Investment and Trade. Ja, die 70 kantoren wereldwijd. Ja, 70 kantoren wereldwijd. En dat is eigenlijk de bedoeling om buitenlandse investeerders in contact te brengen met Vlaanderen. Wat zijn onze troeven, onze havens, die eigenlijk de poort zijn tot Europa. Men heeft de haven van Zeebrugge, Gent, die goed samenwerkt met de Nederlandse havens, de haven van Antwerpen. En dat is een beetje de poort niet alleen tot Vlaanderen, maar tot Europa. En omgekeerd ook afzetmarkt te zoeken? Uiteraard ook afzetmarkten zoeken, zorgen dat inderdaad onze producten die Vlaanderen inderdaad op alle domeinen produceert, dat die wereldwijd kunnen afgezet worden. Niet alleen in Europa, maar tegelijkertijd Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Azië en andere continenten. Dat hebben we in die 25 jaar uitgebouwd, Peter van Rompuy. U bent daar ook trots op? Ja, ik ga nog wat verder gaan. De buitenlandse handel is voor 85% een Vlaamse aangelegenheid in ons land. Dus de welvaart in Vlaanderen is onlosmakelijk verbonden met export, buitenlandse handel en dergelijke meer. Dus het feit dat dat nu bijna 100% een Vlaamse bevoegdheid is van heel groot belang. Ik ga dat ook in de feiten duidelijk maken. Het is in de naoorlogse periode dat het inkomen per inwoner van Vlaanderen dat van Franstalig België voorbijgestoken is. En er zijn twee belangrijke momenten waarop dat gebeurd is. Eén, de komst van de Europese gemeenschap met onze haven van Antwerpen die in het centrum lag van die nieuwe Europese gemeenschap en die voor een welvaartsboom gezorgd heeft. En ten tweede, de Vlaamse expansiepolitiek. Eenmaal dat we daarvoor de bevoegdheden hadden met Vlaanders Technology in het bijzonder, waar ook een buitenlands handelsaspect aan verbonden was. Het zijn die twee momenten die eigenlijk... Je zit wel heel lang geleden te praten over dat soort mensen eigenlijk. Ja, dat is waar. Maar ik wil u maar zeggen hoe belangrijk dat buitenlandse handel geweest is in het optrekken van de welvaart voor de Vlamingen. Hoe essentieel dat is voor wat we hier opgebouwd hebben. En naar de toekomst toe vind ik dat we eigenlijk
te weinig daarmee bezig zijn. En dat we opnieuw een soort van nieuwe politiek daar rond zouden moeten kunnen ontwikkelen om opnieuw zo een sprong vooruit te kunnen maken. Ik denk dat we dat in de volgende legislatuur eigenlijk een prioriteit... Ja, er zijn al een paar pogingen geweest. Vlaanderen in actie is eigenlijk een beetje een stille dood gestorven. Maar goed, over wat er economisch nog kan en mogelijk is en welke bedreigingen er zijn, daar wil ik het straks nog over hebben. U verwijst naar die Vlaamse diplomatie. In oktober vorig jaar heeft de Spaanse regering die diplomatieke relaties met Vlaanderen verbroken. Het statuut van de vertegenwoordiger in Spanje is toen door Madrid ingetrokken na kritiek van parlementsvoorzitter Peumans op de opsluiting van Catalaanse politici. Hoe staat het in dat dossier ondertussen? Wel, dat is natuurlijk een bijzonder jammer dat Spanje dergelijke maatregelen genomen heeft. Er waren goede contacten, zowel met Madrid, maar tegelijkertijd ook met Barcelona. Maar is er nog iets veranderd ondertussen? Want het is van oktober geleden. Hè? Inderdaad, de Vlaamse vertegenwoordiger is daar weggetrokken. Wij betreuren het een beetje dat België daar eigenlijk niet meer diplomatieke, federale druk had gezet op Spanje. Dat had de minister Bourgeois ook gevraagd aan de heer Reinders. Dat had hij inderdaad gevraagd aan Reinders. Men heeft dan gezegd, ja, dat is een Vlaams probleem. Nee, eigenlijk was dat veel ruimer. Dat gaat natuurlijk over het feit dat er een fundamenteel politiek probleem is in Spanje en de relaties met Catalonië. Goed, laat het ons hebben over Vlaanderen. Dat brengt ons bij de huidige legislatuur die op haar laatste benen loopt. Hoe maken jullie daar de balans op? Het heeft in elk geval een pak buitenlandse investeringen opgeleverd de voorbije legislatuur. Inderdaad, dat klopt. De cijfers zijn recent ook bekendgemaakt. We zitten met ongeveer, ik denk, 4,24 miljard buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Komt overeen met ongeveer 250 projecten van dus buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen. Dat heeft gezorgd voor een jobcreatie van, ik denk, een kleine 6000 jobs in Vlaanderen. Dus die heeft bijgedragen tot de welvaart, heeft bijgedragen tot private jobcreatie. Dus ik denk ook dat dat daar een heel positieve balans is. Maar betekent dat toch ook niet dat die jarenlange noodkreten over onze loonhandicap ten aanzien van onze buren, dat misschien een beetje overdreven was als we erin slagen om 4,24 miljard naar hier te halen? Maar ik denk dat de Zweedse coalitie in de twee regeringen, zowel Vlaams als federaal, een heel actieve economische politiek gevoerd heeft. Op het vlak van de loonhandicap is de afgelopen 5 jaar fors afgenomen. U verwijst naar de taxshift natuurlijk. Onder andere, maar er is ook de loonwet, waar binnenkort tegen gestaakt wordt, die ervoor gezorgd hebben dat de loonhandicap veel minder een probleem is dan ze was 5 jaar geleden. Dus daar zien we de resultaten van. Hebben de stakers het bij het verkeerde eind dan? Ik denk dat de loonwet, zoals we die gemaakt hebben, dat een wet is die we moeten verdedigen. Hè. Die eigenlijk aan de ene kant heb je de automatische indexering van de lonen. Hè. En aan de andere kant heb je de loonwet die ervoor zorgt dat onze bedrijven toch competitief kunnen blijven. En het nationaal overleg die ook zorgt dat er een zekere solidariteit is. Profiteert Vlaanderen dan van die federale maatregelen? Omdat het Vlaanderen is dat natuurlijk nu die recordinvesteringen heeft aangetrokken. Maar wij hebben daar zeker van geprofiteerd, van die economische herstelpolitiek die de afgelopen 5 jaar gevoerd geweest is. We hebben elkaar nodig dan blijkbaar. Wel, inderdaad, er zijn bepaalde maatregelen genomen in de legislatuur die bijzonder goed waren voor onze economie. Die heeft gezorgd voor economische groei. We hebben gezien dat de werkloosheid inderdaad lager is. Ook hier in Brussel is de werkloosheid aanzienlijk gedaald door verschillende maatregelen die er genomen zijn. Vlaanderen is er inderdaad beter door geworden. Los daarvan blijf ik er nog altijd voorstander van dat er meer bevoegdheden vanuit het federale naar het Vlaamse niveau worden overgeheveld. Maar om terug te komen op dus inderdaad dat buitenlands beleid van Vlaanderen, denk ik dat het goed is dat Vlaanderen bijkomende initiatieven neemt, en dan bedoel ik ook mee eigenlijk aan de kar trekt om handelsakkoorden te sluiten met andere partners wereldwijd, omdat wij daar inderdaad als toegangspoort tot Europa, maar dus ook in gevolge onze economische groei, ervoor kon zorgen dat de welvaart veilig wordt gesteld in Vlaanderen. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen om het aantrekken van investeringen, maar we zeiden het al, ook het zoeken naar afzetmarkten. Mm-hmm. Voor bedrijven van hier. De vraag is natuurlijk tegen welke prijs gaan we die buitenlandse afzetmarkten zoeken. Vast een goede beslissing van de minister-president om vorige maand de zakenreis van Flanders Investment & Trade naar Saudi-Arabië te annuleren? Ja, ik denk in dit geval dat het eigenlijk bijna onmiddellijk duidelijk was
dat dit niet kon doorgaan na de hele Khashoggi-zaak. Ook al was er geen politieke betrokkenheid bij de reis, het is natuurlijk een instelling van de Vlaamse overheid die de missie organiseerde. En na een week heeft de minister-president dan ook... Maar het was natuurlijk een zuiver economische missie. Hè? Er waren geen politici bij betrokken. Enfin, die zouden er niet bij betrokken zijn. Het was het WIT dat het initiatief had genomen. Ja, maar als het een zuiver economische missie was geweest, dan had bijvoorbeeld Tagoria het kunnen organiseren. Hè. Maar in dit geval was toch de Vlaamse overheid er actief bij betrokken. Als je ook keek naar de type ondernemingen die erbij betrokken waren, waren er toch ook contacten met Saoedische staatsbedrijven. Dus er was toch een politiek element die men uiteindelijk correct heeft ingeschat, namelijk die reis kon niet doorgaan na de zaak Khashoggi, waarbij zowat alle landen ter wereld een hele hoop van hun missies hebben afgezegd. En voor Vlaanderen was dat ook van toepassing. Dus ik denk dat de minister-president uiteindelijk de juiste beslissing genomen heeft in deze zaak. Ja. Ja, daar bent u het mee eens, Karel van Lauwen? Ja, uiteraard. Ik denk dat het zo'n gevoelig dossier is. Uiteraard, het is je kunt niet ontkennen dat het een sterk land, een rijk land is in het Midden-Oosten. Maar er is geen respect voor de mensenrechten. We kennen, uiteraard ook de zaak van de vermoorde journalist. We kennen uiteraard ook de impact van Saoedi-Arabië op Jemen. Waarbij ze daar bepaalde rebellen steunen en dus eigenlijk dat land ook in een dramatische toestand hebben gebracht. We weten jammer genoeg ook dat Belgische wapens van het Waalse Evin geleverd zijn via Saoedi-Arabië en terecht zijn gekomen bij die rebellen. Ik denk dat het een juiste beslissing is om die missie af te zeggen. Ja, waarom natuurlijk die opmerking maak, het gaat om een zuiver economische missie, of enfin, het zou een zuiver economische missie zijn geweest met enkel politici. Met enkel bedrijven, sorry. Dat is het argument dat op tafel is gelegd toen in 2017 een gelijkaardige, zuiver economische missie plaatsvond in Iran. En op dat moment was de diplomatieke wereld, de politieke wereld in België, die stond op dat moment op zijn achterste poten omwille van de opgesloten VUB-professor Jalali. En toen kon toch een missie doorgaan naar Iran. Had men dat dan op dat moment ook beter niet geannuleerd? Natuurlijk, de situatie van Jalali is ook een verschrikkelijke situatie. Daar is ook heel wat diplomatieke druk door Vlaanderen, ook door de federale overheid, door de minister-president. Dat herkent ook iedereen natuurlijk, maar die missie is wel doorgegaan. Die missie is inderdaad doorgegaan. We weten natuurlijk ook de situatie dat daar nog steeds een lopende procedure is. Los van het feit dat die man op een onaanvaardbare manier ter dood veroordeeld is geweest, nog altijd in de cel zit, denk ik dat de situatie in Saoedi-Arabië misschien toch nog erger is dan de situatie. Het is altijd moeilijk om daar natuurlijk een gradatie in te zien. Maar daar is er wel, daar is er natuurlijk ook wel kritiek op geweest op de missie die er naar Teheran is geweest. Maar nu zitten we natuurlijk met Saoedi-Arabië dat betrokken is in rechtstreeks conflicten in Jemen, waarbij dan Belgische wapens geleverd zijn, waarbij inderdaad een criticus van het regime vermoord is in een ander land. Dat maakt het natuurlijk bijzonder. Maar dat heeft u gezegd, maar goed, economische missies naar Iran, moeten die kunnen? Ik geloof dat de reden waarom het in Iran toentertijd wel is doorgegaan, is omdat het nog paste in het hele akkoord over de denuclearisatie van Iran. En dus dat was een missie die je moet zien in het kader... Akkoord dat heeft opgezegd. Voilà. Ondertussen is ook daar de situatie veranderd, niet wat betreft Europa, maar wel wat de Verenigde Staten betreft. Maar ik denk dat je die missie naar Iran moet kaderen in een algemene Europese politiek om te trachten Iran ertoe te brengen om geen nucleaire capaciteit meer te hebben. Samengevat, we kunnen die twee dossiers niet met elkaar vergelijken, als ik jullie hoor. Ik wil nog eens terugkeren naar dat federale niveau, want inderdaad, 25 jaar buitenlands beleid, in het geval van handel, nog een beetje langer. Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen die nu zitten te kijken misschien wel verwarrend kan zijn en die zich afvragen, maar goed, er zijn toch nog altijd die prinselijke missies van het Belgische agentschap, buitenlandse handel, hoe zit dat nu precies? Er was enkele jaren geleden wat heibel over investeringen door Japanse bedrijven bij ons, die dan werden aangekondigd door de federale regering. Moet dat niet wat uitgeklaard worden? Wel, kijk,
De bevoegdheid ligt in principe bij Vlaanderen. Maar als uw partij die een federale staatssecretaris heeft. Laat het daar duidelijk over zijn. In principe ligt de bevoegdheid bij Vlaanderen. Wat is de complexiteit in dit geval? Dat natuurlijk buitenlandse landen erkennen, in het bijzonder op diplomatiek vlak, enkel staten. België is een staat en Vlaanderen is een deelstaat. En dus je hebt altijd een soort van verwevenheid, of je die nu wilt of niet, die soms heel fysiek is. Namelijk de Vlaamse handelsvertegenwoordigers, het FIT, die op dezelfde plaats zitten, in hetzelfde gebouw als de Belgische diplomatieke missies. Als er bijvoorbeeld vanuit Vlaanderen een missie georganiseerd wordt, dat men dan makkelijk vraagt aan de Belgische diplomatie, kunnen jullie zorgen dat die visa en dergelijke meer, dat dat mee in orde komt? Dus daar is altijd, of men het nu wil of niet, een soort van grijze zone. Maar in principe is het een Vlaamse bevoegdheid en dat is maar goed zo ook. Ja, dat in foro interno, in foro externo. Principe, ja goed, politici zullen wel weten waarover het gaat, maar het blijkt dan in het buitenland niet altijd doorgedrongen te zijn. Wel, laten we zeggen dat we hier nog altijd met bepaalde mankementen zitten van vorige staatshervorming. We hadden inderdaad nog een staatssecretaris buitenlandse handel, waarbij er toch vragen konden gesteld worden waarom dat nog nodig was. Zoals daar straks door collega Van Rompuy gezegd, ja, Vlaanderen exporteert voor ongeveer 85% van de totale export naar het buitenland. Het is eigenlijk vooral Vlaanderen die dus inderdaad exporteert. Daarnaast is het ook Vlaanderen die enorm inzet op de verschillende agentschappen in het buitenland. Dat er bepaalde missies zijn naar het buitenland, dat is uiteraard... Goed, die overlap blijft wel bestaan. Hè. Er zijn nog steeds twee prinselijke missies die plaatsvinden. Er zijn inderdaad ook bepaalde prinselijke missies, die zijn ook aanzienlijk herleid. Er zijn ook gewone handelsmissies naast die verschillende prinselijke missies. Je moet vooral ook zien, wat is de kwaliteit? Dat soms bepaalde deuren opengaan, ik kan dat inderdaad aannemen, maar uiteraard moeten we ervoor zorgen... Omdat het merk België beter verkoopt dan? Nee, dat zeg ik niet. Eigenlijk, ondernemers kijken vooral naar de kwaliteit van de producten. Wanneer men inderdaad goede contracten, goede kwaliteit kan leveren, dat is hetgeen waar een onderneming, eigenlijk investeerders in geïnteresseerd zijn. En daar staan wij in Vlaanderen nog altijd heel sterk in. Wij zijn altijd voorstander geweest van die prinselijke missies zoveel mogelijk te herleiden en eigenlijk te komen tot heel sterke handelsmissies met heel wat van ondernemingen, van onze ondernemingen die in het buitenland hun producten kunnen aanbieden en waar tegelijkertijd ook de kwaliteit, de centrale ligging van Vlaanderen, onze toegankelijkheid, onze logistieke hub die we hebben in Vlaanderen aan bod kan komen. Het is hier al gezegd, het gaat om aantrekken van buitenlandse investeringen, maar ook de zoektocht naar buitenlandse afzetmarkten, de bevordering van de export. Peter Van Rompuy, we staan op 50 dagen van de Brexit. Zijn onze bedrijven gewapend? Is Vlaanderen gewapend? Maar je kan je nooit echt wapenen tegen wat nu dreigt af te komen. Eigenlijk weten we nog niet eens welk scenario het wordt. Hè. Het zijn de Spice Girls die ooit gezongen hebben. Hè? Tell me what you really, really want. Hè? We weten het nog altijd niet wat ze willen. En ze weten het zelf niet, omdat er in het Britse parlement, die de uiteindelijke beslissing moeten nemen over welk type van Brexit willen ze nu, is er voor geen enkele van die scenario's op dit ogenblik een meerderheid te vinden. Hè? Maar dus Vlaamse bedrijven moeten zich op al die scenario's tegelijkertijd voorbereiden? Ja, zij moeten zich voorbereiden op alle scenario's en in het bijzonder natuurlijk de worst case scenario, de harde Brexit, waarbij er dus niks geregeld is. Hè. En we dus met het Verenigd Koninkrijk van de ene dag, van 29 op 30 maart, van de ene dag op de andere, met Groot-Brittannië zullen handel drijven zoals we vandaag handel drijven met Oeganda. Hè. Dat is op dezelfde manier, zo enorm zal het veranderen. Zijn de bedrijven daarop voorbereid? Zij doen hun best. Hè. Ze zorgen dat ze zich accrediteren voor de douane in orde te krijgen en dergelijke meer. Maar er zijn een aantal dingen die men natuurlijk niet kan oplossen en niet... Ook zelfs de Vlaamse overheid niet kan. Ik geef een voorbeeld. Men verwacht in de haven van Dover geen files van 6 uur, maar mogelijk van 6 dagen. Daar kan het Vlaamse bedrijfsleven zich onmogelijk op voorbereiden. Dat is iets wat de Britten zelfs niet geregeld krijgen. Is de Vlaamse bedrijfswereld er financieel klaar voor? Volgens de berekeningen van de Nationale Bank, bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, dat kan oplopen tot 1,6 miljard douaneheffingen. Goed, dat is natuurlijk een bak geld.
Zijn we daar klaar voor? Of moeten we Europese fondsen aanspreken om tussen beiden te komen? Wel, u weet, we zijn ondertussen ook bezig met de besprekingen rond het meerjarig financieel kader. Dat wil eigenlijk zeggen, een begroting over meer jaren in Europa. En de minister-president Geert Bourgeois heeft daarin benadrukt, men moet hierbij ook een soort Brexit-fonds voorzien. Waarbij dus bedrijven die nadelen zouden ondervinden van de Brexit, in geval van een hard Brexit, kunnen genieten van een soort fonds. In Europa zijn er heel wat fondsen. Zoals gebeurd is met de bankencrisis. Zoals gebeurd is met de bankencrisis. We hebben inderdaad ook cohesiefondsen. Maar eigenlijk moet er ook een soort Brexit-fonds. En ik weet dat de Vlaamse regering daar volop bezig is in onderhandeling met de Europese Commissie om te voorzien in een soort Brexit-fonds. Dat inderdaad onze Vlaams KMO's, onze Vlaamse ondernemingen, die schade kunnen onderlijden wanneer ze exporteren, wanneer ze douanetarieven moeten gaan betalen om naar het Verenigd Koninkrijk te exporteren, dat ze inderdaad op dat fonds een beroep zouden kunnen doen. Dus dat is één van de eisen. Dat het geen van verboden staatssteun lijkt. Want dat inderdaad geen verboden staatssteun, maar inderdaad eigenlijk voor de schade op te vangen die een gevolg zou kunnen zijn van een harde Brexit. Peter Van Rompuy, uw partijgenoot Chris Peeters, die werkt op federaal niveau aan een noodwet die ons land moet voorbereiden op een harde Brexit, bijvoorbeeld op het vlak van douanepersoneel en vergunningen. Moet er een nooddecreet komen om de zaken waar Vlaanderen dan voor bevoegd is te faciliteren? Nee, ik heb maanden geleden al aan de alarmbel getrokken om te zeggen, let op, het Brexit-verhaal dreigt verkeerd af te lopen. We moeten ons daar tijdig op voorbereiden. En men heeft zowel Vlaams als federaal daar werk van gemaakt. Vlaams is er normaal gezien geen decreet nodig. Federaal is er wel een noodwet nodig. En dat gaat dan in het bijzonder over welke zijn de rechten van de Britten die hier al wonen. Hè? En van hun kinderen en hun partner en omgekeerd ook. Als wij daarover een wet stemmen, dan moeten we erop rekenen dat de Britten dezelfde rechten zullen toekennen aan de vele duizenden Vlamingen die in Groot-Brittannië wonen. Maar ik onthoud, een decreet om op Vlaams niveau... Zal waarschijnlijk niet nodig zijn, is enkel een noodwet nodig op federaal vlak. Ja, en intussen de relatie met het Amerika van Trump in de gaten houden natuurlijk. Hè. U heeft in het Vlaams parlement de CETA-onderhandelingen met Canada gevolgd, het vrijhandelsakkoord met Canada. Ja, de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag met de VS zijn nog niet echt begonnen, maar waarnemers maken zich vandaag al zorgen. Moeten Vlaamse bedrijven zich zorgen maken? Moeten Vlamingen zich zorgen maken? Wel, over een nakende handelsoorlog misschien? Wel, laten we eigenlijk eerst even teruggaan. Dus er zijn inderdaad onderhandelingen geweest gedurende jaren. Dat was zelfs onder de Obama-administratie. Van de TTIP-onderhandelingen. Ja, over de TTIP-onderhandelingen tussen de Obama-administratie en de Europese Unie. We hebben daarover zelfs ook debatten gevoerd in het Vlaams parlement. En merkwaardig genoeg was er een bepaalde stromingstrekking in Vlaanderen die daar absoluut tegen was dat er een TTIP... Maar goed, Trump heeft er zelf de stekker uit getrokken. Trump heeft inderdaad de stekker... En er moet nu opnieuw onderhandeld worden over een handelsverdrag. Maar we horen nu al signalen, er zit misschien... Enfin, afgelopen zomer is het afgewend, een mogelijke handelsoorlog tussen VS en Europa. Vreest u dat die er toch zou kunnen aankomen? Wel, ik hoop dat er opnieuw onderhandeld kan worden en dat we inderdaad bepaalde zaken kunnen wegwerken. Er zijn bijvoorbeeld handelsbelemmeringen waarbij onze topbedrijven, ik denk maar aan de baggerbedrijven, die wereldwijd actief zijn, maar niet kunnen werken in gevolge de Amerikaanse Jones Act, niet kunnen werken in de Verenigde Staten, waarbij men natuurlijk ook zou kunnen werken in Amerikaanse havens, binnenwateren en dergelijke meer. Wij willen natuurlijk dat die handelsbelemmeringen weg zouden zijn. Tegelijkertijd vraagt de Verenigde Staten ook dat bepaalde handelsbelemmeringen rond staal en zo in Europa zouden weggewerkt worden. Dus het is natuurlijk een onderhandeling. Het is geven en nemen. Ik stel vast dat de Trump-administratie nu toch bereid is om informeel erover te werken in de hoop dat we inderdaad naar echte onderhandelingen... Maar belandt het op de bank van het parlement uiteindelijk. Hè? Ja, natuurlijk. Maar als ik daar toch even mag op ingaan, dat is natuurlijk het... beste scenario dat nu geschetst wordt, dat er uiteindelijk een beter handelsakkoord zou uit de bus komen. Dan zouden we nog verder staan dan dat onder Obama mogelijk was. Maar wat we nu riskeren is natuurlijk het omgekeerde. Namelijk dat Trump, die op een of andere manier zoekt
om zijn het handelstekort van de Verenigde Staten naar beneden te krijgen. Hè, ten aanzien van Europa, dat een handelsoverschot heeft. Dus op economisch vlak doen we het niet zo slecht. Hè, of toch minder slecht dan we denken. Om dat terug om te keren, niet door een nieuw vrijhandelsakkoord, maar in de eerste plaats door protectionistische maatregelen. Waarbij, waarbij hij denkt, en hij heeft het denk ik enkele dagen geleden nog eens opnieuw getwitterd, van douanerechten in te voeren op de export van Europese wagens. Dan zouden we naast de handelsoorlog scenario in Amerika. Dat is het grote gevaar voor een kleine open economie als die van Vlaanderen, namelijk dat we op 29 maart zouden geconfronteerd worden met een harde Brexit. En ik hoop echt dat het niet zo ver komt en er is nog een waterkantje dat men het uitstelt. Hè, en dat we een maand later zouden geconfronteerd worden met een handelsoorlog Verenigde Staten tegen de Europese Unie bovenop de handelsoorlog die er al is, Verenigde Staten tegen China, die de wereldwijde economie eigenlijk al fel heeft doen afkoelen. De economische groei die we gekend hebben amper een jaar geleden is nu in belangrijke mate weggesmolten. De Europese Commissie heeft deze week nog laten weten dat de groeiverwachtingen naar beneden zijn bijgesteld, ook voor Vlaanderen. Dus een algemeen internationaal klimaat van protectionisme, daar zijn regio's zoals Vlaanderen het eerste en het grootste slachtoffer van. Dus ik hoop dat het niet zo ver komt. Ik wil nog één keer terugkeren naar de Commissie Buitenlands Beleid, want daar is ons gesprek mee begonnen, hè, 25 jaar buitenlands beleid. Er is nu een resolutie over de internationale verplaatsingen gestemd in het parlement. Ik ga er één dingetje uithalen. Die werkverplaatsingen die moeten toegevoegde waarde hebben. Ik vraag me af, hoe verlopen die verplaatsingen tegenwoordig? Is dat met het vliegtuig? Wel, daar zijn inderdaad afspraken over gemaakt. Wanneer het minder dan 500 kilometer is, dan is het de bedoeling om bij voorkeur met de trein er naartoe te gaan. Maar u begrijpt, wanneer wij verder gaan, wanneer het naar de Verenigde Staten of andere continenten is, dat goed, onmogelijk is. Liefst met de trein, niet met het vliegtuig. Ook voor u, Peter Van Rompuy, liever met de trein. Ja, ik vind dat een goede regel en ik kom ook elke dag met de trein naar het Vlaams Parlement. En dan zitten we eigenlijk in de klimaatdiscussie en die houden we vast en zeker ook nog eens een paar keer. In elk geval bedankt voor dit gesprek. Peter Van Rompuy van CD&V, Karel van Lauwe van de N-VA en u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.